Nou Jimmy, het moment is daar. Ja, het moment is er zeker. Bedenk als je gaat gillen dat de camera aanstaat. Elk verhaal heeft een begin en dit verhaal begon 6 jaar geleden. Maar als het logo terugkomt... Ja, en AT5 sponsort mij en die zegt we zoeken bij Kokkie een plekje, dan mag die er bij mij ook. Ja? Ja. Ja, ja, deal. Gewoon klaar. Kijk vriend, alsjeblieft, deze is voor jou. Deze is voor jou. Nou, jullie mogen niet bepalen waar, want ik ga hem bijvoorbeeld niet op een dikke kont zetten. Dat kan je dus echt vergeten. En dan 6 jaar later was het dan eindelijk zover. Het logo was terug, maar helaas voor maar 1 seizoen. Ja, dan met die tattoo van het oude logo? Nou, misschien is het een idee om die weg te geven aan de grootste K&K-fans. Ik een hele goeie. Dus als wij nou een oproep doen aan iedereen die kijkt. Stuur je motivatie in waarom je het oude logo getatoeëerd wil hebben. Op onze kosten uiteraard. En dan gaat hij met ons samen op dezelfde met ons dag, samen, dezelfde dag. Dezelfde dag naar die shop. En dan kom je ook wel in die uitzending. Ja, zeker. En we kregen veel mails. Heel veel mails. Maar uiteindelijk kan er maar 1 de winnaar zijn. Mijn naam is Jimmy, 48 jaar oud. En ik ben de winnaar van het oude tattoo logo. Yes! Kaal en Kokkie zijn uniek. Ik vind ze uniek. Spreken de waarheid als het gaat om Ajax. Ja, en ik hou van ze. En ik kijk het al jaren. Toen ik Nederland binnenkwam, het eerste wat ik kreeg was een Ajax-shirt. En daarom heb ik ze gebeeld. Ja, het mooiste Kaal en Kokkie moment was voor mij die beelden van 2014 van de A1. Waarin zij de Champions League speelden en... Ja, en ook in de competitie ijzersterk waren, onverslaanbaar. De passie die dat team had en de passie waarin zij langs de lijn stonden. En dat ook uit richting dat team, ja, dat was voor mij het mooiste. Ah, de hele kleren zijn in paniek, hè? Winnie Noeri weer, hè? Ik heb in 20 minuten heb ik meer leuke acties gezien hier. Als dat ik bij wijze van spreken bij Ajax in de hele wedstrijd zie. Nou Jimmy, het moment is daar. Ja, het moment is er zeker. Nou, ik ben helemaal blij. Ja? Ja, ik ben helemaal blij. Laten we erheen gaan. Daar staan ze. Gezellig. Nou, ik ben benieuwd. Echt waar. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze een beetje aardig voor je zijn, maar... Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Ik hoop Kijk, het ook. Daar is die hoor. Daar is hij hoor. Het slachtoffer. Slachtoffer. Het slachtoffer. Kaal, hallo man. Leuk dat je er bent. Hey Jimmy. Yo. Maar Jimmy, je ziet ze nu in het echt. Valt het je mee of zijn ze een stuk mooier in het echt? Nee, ze zijn leuk man. Die gasten zijn leuk man. Ik denk dat we binnenkort ook een vacature hebben voor de nieuwe camera. Ja, precies. Die moet lekker zo doorgaan, die gozer. Nee, topgasten man, topgasten, echt waar. Nou, leuk. Gezellig. En Jimmy, je wil hem op je linkerbeen. Waarom? Linkerbeen? Reden op mijn linkerbeen is ook een beetje een ode aan alle mooie linksbenige voetballers die we hebben gehad in het verleden, ook bij Ajax. Ja, mijn favoriet is toch altijd als linkspoot Robbie de Wit. Ja, ik heb een hele mooie binding ook met hem. Mooie binding ook met hem. Ik heb Gerry en Arnold Muren als linkspoten. Ja, ik ben een beetje van het verleden. Jesper Olsen en... En in de huidige selectie? Ach, fantastisch. En in de huidige selectie, ja. Toen de tijd nog zie je, nu heb je Anthony. Anthony is echt mijn favoriet. Net als Ronaldinho zo acties maakte met zijn rechterbeen. Doet deze man gekke dingen met zijn linkerbeen. Ja. Nou, dat vind ik en Thalys vind ik geweldig. Geweldig. Linkerbeen is straks weer. Linkerbeen klaar. Dankjewel. We gaan het doen, we gaan er boven. Mooi. Oké. Okay. Ik voel het is al klaar. Kijk, het pijncentrum. Kijk, linksaf. Gezellig hoor. Ja? Gespannen. Kijk, daar zijn we. Gespannen. Klopt, Jim. Ik kan niet meer terug. Jee. Je kan niet meer terug. Ik blijf in die deur staan voor als hij wil rennen. Dat is het. Ja, maar. Aaron, welkom. Jimmy. Welkom. Echt gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ja. Echt waar. Een kwestie van goed stil liggen. Ja. Niet praten. Als je praat, beweeg je. Ik doe eerst een paar kleine lijntjes, dan kan je een beetje wennen. Als we het eerst geven een geel, als je wil stoppen of iets, dan komt het helemaal goed. Okay.
Bedenk als je gaat gillen dat die camera aanstaat. En je vrouw is vast wel goed met TikTok-filmpjes en dat soort dingen. Hij heeft de afbeelding van Kochie op zijn kuit staan straks. Dan draai je hem om, komt mijn afbeelding op die andere kuit te staan. Ik denk dat met mijn afdeling er terug eerder aan de beurt komt. Hoe lang doe je nou over een logo? Ja, wat zal het zijn? Een uurtje? Okay. Een klein uurtje, ligt een beetje aan de maat. Ja, Onana. Ja. Ingeschreven voor de CL, hè? Dat in ieder geval. En meetrainen met de tweede. Ik ben heel benieuwd of het waar is dat zijn zaakwaarnemer aanschuift voor een gesprek met Ajax om toch nog te kijken of er een contractverlenging in zit. En vlak daarna kwam toch al het nieuws dat hij bij Inter een voorcontract getekend heeft. Als dat waar is, dan moet je Onana lekker afbeulen op de training. En onder de wedstrijd laat je hem elke wedstrijd een uur warm lopen. Klaar, doei. Maar je hebt toch wel een van de beste keepers van Europa in je selectie, hè? Maar met een beetje respect van hem naar de club toe, had ook wel heel erg op zijn plaats geweest. Tuurlijk, hij is met afstand de beste keeper. Maar als je op zo'n manier naar Ajax omgaat, had dan gewoon open eerlijk gezegd, jongens, ik ga niet verlengen, want ik wil straks transferen vrij weg. Zeg dingen gewoon, doe je niet. Je wil wel dat Ajax jou steunt. Alles doorbetaald op het moment dat jij in een pillenpotje zit te roeren. Weet je, en dan, nou, dat kan je gewoon niet maken. Gewoon klaar niet. Het verbaast mij dan dat je dat soort jongens nog blijft betalen, weet je. Het is, uiteindelijk heeft hij zelf is de oorzaak geweest van hetgene wat er gebeurd is. En dan continu de hand boven zijn hoofd houden, is een keer klaar toch? Dus dat is hem bij het tweede parkeren, snap ik wel. En anders is de trap naar beneden toe, dan maken we een afspraak bij die zagen daar. Ja. Hoi. Oh, ja. Helemaal blij mee. Heel strak. Zo, kerel. Ja, mooi, man. Dit is hem. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Nou, hey, Sammy. Daglicht. Hey. Daglicht. Hey. Daglicht. Hoe was het? Ja, helemaal geweldig. Klasse kloten, wat kan beter. Ja, klasse kloten, wat kan beter. Dit is klasse. Ja. En wat kan het beter? Ach, het is goed. Mooie dag, hè? Ja, fantastisch. Dankjewel. Echt. Tot leuk je ontmoet hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Succes. Super. Blij dankjewel. Helemaal blij mee. Die zal mooie logo. Ja.